Ik denk dat we voordat we kinderen kregen, hadden we echt bedacht dat we het heel erg samen wilden doen. En dat we een soort van gelijkwaardig partnerschap nastreefden. Maar nadat we een kind kregen, werden we al heel snel, ik denk eigenlijk gewoon door hoe de maatschappij is ingericht, in een traditionelere groef geleid, waarin ik alweer heel snel aan het werk ging en heel veel van de zorg op dag naar de bord terecht kwam. Onze intenties op het gebied van de zorg waren, ik denk, in die zin niet realistisch, dat je eigenlijk gewoon voordat je ouder wordt niet weet wat het daadwerkelijk inhoudt. Hoe intensief het is, hoe bijzonder het ook is om een kindje te hebben. Ik denk dat we steeds meer zijn gaan inzien hoe belangrijk de gelijkwaardigheid is. Dat we allebei ook de ruimte hebben om onszelf te ontpoppen op individueel niveau. Dus als het gaat over werk en over ons gezamenlijk sociale leven ook. En hoe je die dan samen verdeelt ook over dat gemeenschappelijke domein van thuis en zorg. Als je elkaar daar de ruimte in kan geven, is dat voor mij gelijkwaardigheid.